In deze film maken we van een foto een mozaïek met gezichtjes. En om dat te doen ga ik deze foto met een patroon bedekken. En allereerst moet ik natuurlijk dat patroon gaan maken. En dat doe ik aan de hand van andere foto's. Ik heb er al een hoop verzameld. Dat zijn deze 36 wel te verstaan. En ik heb ze vierkant uitgesneden. Dat hoeft niet per se. Je kunt ze ook in oorspronkelijke verhoudingen behouden. Maar dan moet je ze later een klein beetje aanpassen. Ik ga dus een patroon maken van deze 36 foto's. En dat doe ik via Photoshop heel eenvoudig met een contactblad. Of een contactsheet. Dat vind je hierboven bij bestand, automatisch. En dan heb je daar contactblad 2. Er is ook een contactblad 1, maar dat komt uit een veel oudere versie. Ik heb al mijn foto's verzameld in een map. En je moet dus eerst die map selecteren. Nou, je kunt hierboven dus bestanden selecteren of een map. En je kiest voor map. En dan kies je de juiste map, in dit geval mensen. En je drukt op OK. Aangezien mijn foto's vierkant zijn, gaat mijn uiteindelijke patroon ook vierkant worden. Dus de afmetingen van mijn document moeten gelijk zijn qua breedte en hoogte met elkaar. In dit geval heb ik inches geselecteerd en een resolutie van 300 pixels per inch. Als je dan inzoomt, hou je nog een beetje iets verzoenlijks over. En ik hou in dit geval een breedte van 4 bij 4 inch aan. En dat betekent dat 4 x 3 is 1200. Mijn patroonfoto wordt dadelijk 1200 pixels breed en 1200 pixels hoog. Nou, ik ga dat zelfs nog 6 bij 6 maken. Dan kunnen we nog iets meer inzoomen om de gezichtjes in het patroon te zien. Je kunt, als de foto's, zoals bij mij, allemaal in de juiste verhouding zijn, op alle lagen samenvoegen klikken. Zijn je foto's bijvoorbeeld niet in de juiste verhouding? Dan laat je dit uit. Ik leg je straks uit waarom. Ik laat het nu voor het filmpje even uitstaan. En dan heb je hieronder nog uh, de verdeling van je patroon. Ik heb 36 foto's en 6 x 6 is 36. Maar heb je er bijvoorbeeld 100, dan kun je hier 10 bij 10 invullen. Of heb je er 24, vul je in 6 bij 4. Maakt even niet uit, maar zorg dat het klopt met je aantal foto's. Automatische spatiëring gebruiken zal misschien standaard aangevinkt staan. Dat moet je gewoon even uitzetten. Net als roteren voor beste pasvorm. En je klikt op OK. Ik krijg nu een document voor me, dit is 6 bij 6 inch en je ziet hieronder dat Photoshop volop aan de slag is. Het importeert je foto's, gaat het plaatsen op een nieuwe laag en zal ze gewoon netjes uitlijnen. Afhankelijk van hoe groot je foto's zijn en hoeveel je er hebt, kan dit eventjes duren, maar je ziet het gaat vrij rap. Uiteindelijk is mijn patroon dus klaar. Helemaal perfect is dit patroon nog niet, dat moet je zelf nog even handmatig aanpassen. Ik zoom bijvoorbeeld even een klein stukje in. Hier op de puntjes. En nou, dat valt op zich wel mee. Het staat allemaal gewoon netjes bij elkaar. Hieronder is echter wel wat wit ruimte, maar die snij ik zo meteen nog uit. Mijn foto's zijn prima in verhouding. Dus ik heb tussen de foto's geen witte vlakken. Heb jij dat nou wel? Dan moet je je foto's misschien aan gaan passen. En daarom hebben we ze daar straks allemaal op losse lagen laten staan. Ga gewoon eenvoudig naar het verplaatsgereedschap en zorg dat hier automatische selectie en laag is aangevinkt. Wanneer je nou op een fotootje klikt, dan selecteert hij automatisch de juiste laag. Er komen puntjes omheen zodat je er nog een klein beetje mee kunt spelen. Qua grootte, je kunt ze dan gewoon netjes inpassen. En hou je de Alt ingedrukt, dan doet hij dat keurig vanuit het midden. En wil je de verhouding ook nog behouden, dan kun je de Shift indrukken. En met Shift Alt blijft hij natuurlijk vanuit het midden in de juiste verhouding. En je sleept hem gewoon netjes naar de hoeken. Je kunt hem ook gewoon helemaal verplaatsen en een andere foto kiezen. Die je dan daar wil hebben. Dus waarmee je wil ruilen. En zo kun je ze allemaal even doorlopen. Die witte rand, daar moet ik dus nog even vanaf, want dat wordt dadelijk in mijn patroon geen gezicht. Ik zoom even in op dat randje en ik ga gewoon twee hulplijntjes plaatsen. Je ziet bij mij boven en links uh, de linealen staan. Heb je die nou niet in beeld? Klik hieronder bij weergave en zorg dat daar linealen aan staat. Als je dan in de lineaal gaat staan, komt er een pijltje en trek gewoon met de muis ingedrukt. Een lineaal naar beneden en doe dat ook vanaf de linkerkant. Dat is dus mijn kruispunt wat er af moet. Ik zoom een stukje uit en pak het selectiegereedschap, gewoon het vierkante selectiegereedschap. En vanaf linksboven ga ik tot aan waar de linealen kruisen. Nou, en als het goed is, plak dat aan elkaar. Zoom ik in. Zit ik er net één pixel naast. En die haal ik er ook weer gewoon heel makkelijk af door even de Alt ingedrukt te houden en daaronder een venstertje te trekken. Tot aan de lineaal. En nou klopt het wel. En nu snij ik hem gewoon uit via afbeelding en uitsnijden. Ctrl D om de selectie op te heffen. En dit is dus mijn patroon. Hoe ga ik hier nou echt een patroon van maken? Dat gaat gewoon heel makkelijk in Photoshop met één handeling. Hierboven bij bewerken heb je staan patroon definiëren. Klik daarop. En je moet het gewoon een naam geven. Nou, ik noem het in dit geval mensen en ik druk op oké. OK. Je kunt dit eventueel nog bewaren als je het later nog aan wilt passen, maar ik klik in dit geval gewoon op sluiten en niet op opslaan. Nu ga ik dit patroon over mijn foto leggen. Heel eenvoudig hieronder bij het zwart-witte bolletje de aanpassingslagen. En ik kies patroon. Ik kan kiezen uit verschillende patronen en klik je op het pijltje naar beneden, dan zie je dat als laatste. Het nieuwste patroon staat hetgene wat wij net hebben toegevoegd. Je kunt eventueel de hoek nog veranderen. Dan komt het patroon schuin te staan. Misschien vind je dat leuk. Ik laat het gewoon op 0. En met de schaal kun je ook de grootte bepalen. Maak je hem kleiner dan 100% dan zie je wat er gebeurt. En groter is natuurlijk ook logisch. Dan weet je ook wat er gaat gebeuren. Ik zet hem eens even op 35% en ik druk op oké. OK. Dit kun je dus altijd nog aanpassen. Dubbelklik gewoon op het euh, patroontje wat voor de laag staat en je komt hier weer bij terug. Om nu de onderliggende foto te laten zien, verander je de dekking van normaal naar bedekken. En je ziet, de onderliggende foto komt er keurig doorheen. Eventueel kun je het patroon nog een klein beetje aanpassen. Hoe kleiner je patroon, hoe fijner zeg maar, de resolutie. En hoe beter je onderliggende foto te zien is. Dit is nog niet helemaal perfect. Ik vind eigenlijk de verzadiging van het patroon nog gewoon te hoog. Dus dat ga ik even los aanpassen. Ik maak een nieuwe aanpassingslaag en ik kies in dit geval kleurtoon en verzadiging. Ik draai de verzadiging omlaag en je ziet, het gebeurt ook met mijn foto die erachter ligt. Ik kan deze kleurtoon en verzadigingslaag heel eenvoudig koppelen aan mijn patroonvulling. Middels een uitknipmasker. Dat doe je door tussen de twee lagen te gaan staan. En als je de Alt ingedrukt houdt dan zie je dat het handje verandert in een vierkantje met een pijltje ernaast. Klik een keer en je kleurtoon- en verzadigingsaanpassingsfilter wordt gekoppeld aan de patroonvulling met dat pijltje en heeft nu geen invloed meer op de onderliggende foto. Je kunt de verzadiging eventueel helemaal naar nul trekken. Dat is een klein beetje je smaak. Om de onderliggende foto nu nog net iets beter uit te laten komen, ga ik een beetje spelen met de schaduwpartijen en de hooglichten. Allereerst maak ik van de onderste foto een slim object. Ik klik er met rechts op en kies voor omzetten in slim object. En vervolgens ga ik bovenin naar afbeelding, aanpassingen en kies ik daaronder voor schaduwen en hooglichten. Je kunt nu gewoon al spelen met uh, de sliders en je ziet dat er het een en het ander gebeurt, maar als je de optie meer opties tonen aanvinkt, heb je iets meer keuzemogelijkheden. De hooglichten hou ik een klein beetje beperkt. En eventueel kun je met de tint daarin spelen om dat beter te laten zien. In principe, als je hooglichten vooruit schuift en de, deze slider staat in het midden, ga je ze eigenlijk alleen maar beperken. Maar we willen ze juist beter zichtbaar maken. En ook in de schaduwen ga ik een klein beetje spelen. Welke waardes je hier moet kiezen, dat hangt gewoon geheel af van je foto. Zorg dat je genoeg uitgezoomd bent zodat je hem kunt zien in de achtergrond. En pas het gewoon aan naar je eigen smaak. En je drukt vervolgens op oké. OK. Omdat het een slim object is zie je dat het er hieronder bij komt. Wil je het nog een beetje aanpassen, dubbelklik gewoon op schaduw en hooglichten en je komt terug in het filter. En zo eenvoudig is het dus. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!